trots op jullie, jongens. Deze keer als eerste over de finish. Ja, super, super goede dag. We hadden hele duidelijke focuspunten voordat we het water op gingen. Die waren niet op resultaat gericht, maar echt op de uitvoering. En ik denk dat we dat heel erg goed geneeld hebben. En dat we dan 6 keer eerste worden, dat is bonus. Maar heel trots op hoe we als team aan het samenwerken zijn. Dus nu lekker naar de kant en dan lekker pastaatje. Ja. We hebben gezien dat er nog wel grote stappen liggen bij de start. We willen dominant zijn vanaf het startmoment. En daar zit een heel proces aan vast, maar daar hebben we op gefocust en hebben eigenlijk bijna elke start kunnen nailen. Iets aan toe te voegen? Nee. Perfect voor dag 2 van de finals, van de 3 dagen, dus nog 1 dag te gaan. Dag 2 was te gek. 6 potten en 6 keer 1. Dat is gewoon echt toplevel, professioneel. We hebben naartoe gewerkt en dat was ons doel vandaag, heel sterk starten en daarbij elk metertje vechten, dat betaalt uit. Hartstikke trots op wat we aan het doen zijn, het team, sponsors, iedereen, hoe we het hier laten zien. Ik wil niet zeggen dat we ergens zijn, we willen doorbouwen voor morgen en weer stappen zetten. We hebben een aantal focuspunten zodat we even naar een goede nacht slapen. Morgen weer aan de bak gaan en alle focus daarop. We hebben 6 eerste plekken gevaren van alle 6 wedstrijden, dus we hebben echt een topdag gehad. Wat was het grote verschil met gisteren? We hebben vandaag heel erg gelet op de start. Gisteren waren we niet zo goed aan het starten, dus vandaag was ons doel echt om te nomineren bij de start. En zoals je kan zien is dat gelukt. Morgen gaan we weer verder met het proces. We doen weer 6 wedstrijden en de laatste wedstrijd zal ook met dubbele punten gaan. Dus we zijn er nog niet, maar we gaan door met het proces en hopelijk draaien we net zo'n goede dag als vandaag.